Wij komen vanuit het terrein van vakbondsschool CIVIS, de Geiersvleit, waar vandaag de stichting Louis Doedel bij het kopstuk van de vakbondsleider kransen heeft gelegd. Dat ziet u hier. En op het kopstuk Louis Agi Doedel in de nacht van 28 mei 1937... opgesloten in het krankzinnig gesticht Wolfenbüttel door 43 jaar van een eenzame opsluiting is hij ontwricht en in vergetelheid geraakt. Met de onthulling van deze bronzen kopstuk is Louis Doedel ten dele in ere hersteld. Dat is dus een bronzen kopstuk, 10 januari 2013. En de stichting die heeft vandaag samen met de vakbond een proclamatie getekend waarin gevraagd wordt om volledig herstel van de naam Doedel. Paramaribo 28 oktober 2021, de vakbeweging van Suriname, indachtig het volksprotest van 28 oktober 1931 en onze gemeenschappelijke strijd tegen onder andere sociale ongelijkheid, werkloosheid en armoede. Erkennende dat wijlen Louis Alfred Gerardus Doedel de grondlegger van de Surinaamse vakbeweging is en zich onverschrokken verbond aan het verlichten van het lot van de minstbedeelden, overwegende dat categorisch en systematisch door de toenmalig gevestigde orde in de koloniale tijd, tijdens de werking van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en sedert de onafhankelijkheid van Suriname gedurende 43 jaren inbreuk is gepleegd op de naam, eer, persoon en mensenrechten van wijlen Louis Alfred Gerardus Doedel, erkennende dat de erfgenamen van Louis Alfred Gerardus Doedel verenigd in de stichting Louis Alfred Gerardus Doedel, die zich inzetten om de heldhaftigheid, verdiensten en de verdiensten van Louis Doedel als activist, journalist en grondlegger van de vakbeweging in Suriname te verduurzamen ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap, is overeengekomen als volgt: de stichting Louis Alfred Gerardus Doedel te ondersteunen in het eerherstel van Louis Doedel. Louis Alfred Gerardus Doedel, correctie, door middel van in het zuiveren en destigmatiseren van de naam Doedel, het zorg dragen voor het herschrijven van de geschiedenis omtrent de heer Louis Alfred Gerardus Doedel, het zorg dragen voor het produceren van literatuur of beeld- en geluidmateriaal voor het bekendmaken van het echte verhaal van Louis Alfred Gerardus Doedel, het eren van onze helden binnen de vakbeweging, waaronder Louis Alfred Gerardus Doedel, namens de vakbeweging van Suriname. Dat ik van tevoren wist dat deze bijeenkomst zou worden gehouden, maar eigenlijk geen belangstelling had. En dankzij mijn dochter dat ik hier toch ben gekomen. Omdat zij vond dat ik als naast de enige nog in de leven zeide: laat me even mezelf voorstellen, want u weet misschien niet eens allemaal wie ik ben. Hier staat voor u de dochter van de enige zus van Louis Doedel. Louis Doedel had één zus, dat was Hilda, en ik ben de jongste dochter van die zus. Ik heb Louis Doedel dus gekend. Maar ik sta hier niet alleen als familielid, maar ook als gewezen vakbondsleider. Dat weet u misschien ook niet. Maar daarom is het voor mij belangrijk dat u weet waarom ik de behoefte heb hier het dankwoord te zeggen. Want er is heel veel in me omgegaan. Als kind, toen ik geboren werd, ik ben 41 geboren, was Louis Doedel al in het gesticht. Mijn moeder was in het onderwijs en vroeger in het onderwijs, maar in die tijd mochten getrouwde vrouwen niet in het arbeidsproces. Dus ik heb haar alleen als huisvrouw gekend. Maar als huisvrouw heeft ze me vanaf dat ik
een beetje verstand kreeg, altijd gezegd dat de Nederlanders ons heel veel kwaad doen. En ze heeft mij altijd verteld over Louis Doedel. En mijn vader had er ook heel veel verdriet van. Heeft 2 keer een brief geschreven naar de overheid. Natuurlijk zonder resultaat. En ik ben opgegroeid met het eigenlijk een beetje haatgevoel tegen de Hollanders die ons zoveel onrecht aandeden. Mijn vader was namelijk in overheidsdienst en had een goede opleiding. En hij was op het hypotheekkantoor de tweede man. En op een gegeven moment, als je zoveel jaren hebt gediend, dan verwacht je dat je uiteindelijk eerste man wordt. Maar dat was niet zo. De Nederlanders werden naar het hypotheekkantoor gestuurd en dan mochten ze 2 jaar blijven. En dan gingen ze weg en dan kwam er een andere. En dan moest mijn vader als tweede man de nieuwe directeur, of de hoogste man, inwerken. Want hij was natuurlijk niet goed genoeg. Hij was Surinamer, dus hij was niet goed genoeg om de hoogste functie te bereiken. Vandaar dat ik dus in mijn jeugd altijd al een beetje anti-Hollands ben opgevoed. 1 voordeel was het dat de ambtenaren van vroeger, de Surinamers, die een hoge functie hadden in de overheid en genoeg dienstjaren hadden, mochten dan gratis, met vrij overtocht van Nederland, met een hele gezin na zoveel jaren, maximaal 1 jaar naar Nederland gaan. Dan hadden ze de bedoeling dat hun kinderen natuurlijk daar in Nederland zouden blijven en zo. Om een lang verhaal kort te maken, ik wil u niet te lang ophouden, ben ik dus op mijn 15e jaar naar Nederland gegaan. Maar voordat ik naar Nederland ging, heb ik vaak Louis Doedel bezocht. En altijd als ik hem bezocht met mijn oma. Mijn oma ging iedere zondag ging ze naar het psychiatrische inrichting om Louis Doedel daar te bezoeken en eten te brengen. En toen ik eenmaal 10 was, mocht ik af en toe met mijn oma mee. En daar heeft ook Louis Doedel mij altijd opgezet tegen de Nederlanders. Want hij was altijd blij me te zien. Hij was toen nog echt, ik kon hem verstaan. En hij zegt, die Hollanders, nee, ze zijn gek, ze zijn niet goed. Altijd was dat hij dus zo'n wrok had tegen die Hollanders. En toen ik 15 was, ben ik naar Nederland gegaan. In Suriname voelde me ik ondergeschikt aan de Nederlanders. Want wij waren min. Mijn vader was niet goed genoeg om te promoveren, maar hij moest wel mensen inwerken. Louis Doedel was ten onrechte opgesloten. Ik wist er alles van. Maar het vreemde was, toen ik eenmaal in Nederland was, in 1955, waren er niet zoveel Surinamers in Nederland. En daar voelde ik me wel thuis. Daar werd ik juist niet gediscrimineerd. Daar waren ze blij om toch een keertje een Surinamer te zien. En er waren op school, toen moest ik nog naar school. En iedereen wilde eigenlijk, want het was iets unieks. Dus in ieder geval, daar heb ik mij helemaal niet onprettig gevoeld. En ik had eigenlijk geen behoefte om, ik dacht niet aan Suriname. Maar het jammer ervan was dat in het jaar dat mijn vader daar was, is hij overleden in Nederland. En toen heeft mijn moeder gezegd, nee, dan kwam ze niet meer naar Suriname, ze bleef daar. Dus ik ben daar gebleven. Voor mijn geluk een Surinamer ontmoet, een Surinamer daar getrouwd, 2 kinderen gehad. Maar toen wij hoorden dat Suriname onafhankelijk zou worden, toen kregen we wel weer de behoefte om naar Suriname te komen. En hier in Suriname heb ik me toen, gek genoeg, als eerste werkering kreeg ik het Centrum voor Zielsonderzoek in Suriname. En ik ben dus in dienst gekomen weer van een Nederlandse instelling. We waren nog niet onafhankelijk, het was in 1971. En toen ben ik daar in dienst gekomen en ik was Louis Doedel helemaal vergeten. Ik was toen lang weg geweest. Maar het gekke daarvan, waarschijnlijk zaten de genen van Doedel in mij. Want ik was nauwelijks aangenomen bij CELOS. Ik had een goede opleiding en ik kreeg een vast dienstverband. Maar mijn ondergeschikten waren landarbeiders van CELOS. Die hadden allemaal
een pad, geen vast dienstverband. En dat vond ik onrechtvaardig. En de diegene van Louis Doedel, die spraken waarschijnlijk in me. En voordat je dacht, heb ik maar nooit een vakbondsopleiding genoten, ben ik me gaan inzetten daar en ik werd voorzitter van de vakbond van CELOS. En na de universiteit, toen CELOS opging na de onafhankelijkheid in de universiteit, ben ik zelf voorzitter geweest van het universiteit, de drie MWI, CELOS en de universiteit, was ik voorzitter van de federatie. Namens dit bond heb ik zelf in het universiteitsbestuur gezeten. En als ik nu meneer Zunder hoor zeggen dat de universiteit toch wel wat moet doen aan hetgeen wat Doedel, dan krijg ik schuldgevoelens. Waarom heb ik nou niets gedaan? Ik heb niets gedaan voor, als vakbondleider. Ik heb niets gedaan als familielid. Ik was Doedel vergeten. Was op zijn, toen hij overleed, heb ik natuurlijk uiteindelijk zijn we maar gaan begraven. Maar verder is er verder niets, maar diegene zaten waarschijnlijk in mij. En vandaag heb ik dankzij dat mijn dochter me toch naar hier heeft gekregen. En de prachtige speeches van de mensen die ik hier heb gehoord, dan is mijn hartgrondige dank dat hoewel ik niets heb gedaan en wel in de mogelijkheid was tenminste, om niet persoonlijk, niet alleen, maar toch iets te proberen, ben ik zo blij en heel erg dankbaar dat u dit nou op me heeft genomen. Misschien mag ik het niet meer mee, ik ben tenslotte al op leeftijd, maar dat geeft niet. Ik weet nu dat u dat wat u zo net heeft ondertekend en vooral mijn lieve neef, die dus als familielid ook zoveel heeft gedaan en ik eigenlijk in het begin echt helemaal niets ervoor voelde, nogmaals hartelijk, hartelijk bedankt.